Hallo iedereen, hier ben ik weer met een nieuwe Let's Play. Ik ga Crusader Kings spelen. Crusader Kings 2. Ik ga als High Chief Prismlissel of zoiets of Pomerania spelen. Waarschijnlijk was mijn uitspraak helemaal fout, maar het boeit me lekker niet, dus oké. Dus ik ben dus een Pomerense Duke. Allee, het is echt een Duke, want ik ben een stam. Dus. Great High Chief ben ik, High Chief Pomerania. En ik ga het proberen het Koninkrijk Pomerania te maken. En als dat gelukt is, ga ik waarschijnlijk proberen Bohemia te veroveren of Polen. Oké, maar. Dus ik heb 3 stukjes land. Ze zijn Sava. Ja, zet Count Focus. Nee, dus dat ik niet ingedankt. Ja, oké, Count Focus daar dan. Oké, het boeit me niet. Pick an Ambition. Become King of Pomerania. Ziet er wel nice uit. Oh, ik heb echt slechte Marshal. Maar wel goede stewardship, oké. Okay. Wat is dat? Summon the Vault Warriors. Oké. Okay. Big Patron League. Ik heb echt slechte commanders. Ja, oké. Okay. Ik kan dus een de Jew claim. Of Pomerania zo wat aan het is van. Ik ga proberen geen vrouw te nemen, want dan kan ik keiveel kindjes krijgen. En dan kan ik meerdere zonen hebben en dan kan mijn land verdeeld worden als ik dood ga. Dus dat wil ik niet. Oké, okay, ik ga dus. Ik heb toegang tot een. Ik heb er 9 van 7. Die heeft er 9 oké, okay, die heeft er meer dan mij. Study technology. Ja. Pulse is ook een goede definer. En ja, improve relations met Saxony. Goed. Oh. Oké. Okay. Hoeveel troepen heb jij? Jij hebt er minder dan mij. Oké. Okay. Ik ga u aanvallen. Woloku, Chief Sobislav of Diamond. Die ga ik aanvallen. Subjugation. Of ik kan ook gewoon een de jure claim doen. En dan, ah ja, die kan de jure claim doen. Waarom zou je dat doen? Ja, gewoon. Boeit niet. Allee, boeit wel, dan krijg ik gewoon minder land. Maar. Let me be. Oké. Okay. Beetje sneller zetten. Ik hoop dat ik. Ik ga niet wachten, want dan is er een rivier oversteek. Penalty. Nu gewoon eerst aanvallen. Penalty wel. Nu moet ik gewoon hopen dat mijn troepen er snel zijn. 28 januari. En ik ben echt geen goede commander. Dus. Alleen 29 januari. En die. Ja, nu gaan we een even verliezen. Dan zien we mijn troepen reinforcements. Bam! 11 februari. Ik hoop dat ik ga winnen. Zijn ik wel zodra die andere troepen erbij komen. Hoop ik. Ja, -7, -7. Ik zal wel. Fuck. Ga ik winnen of verliezen? Ik hoop van wel. Toch niet spotten. Ik heb niet gesneld zitten dat het niet zo de hele tijd gewoon saai battle is. Ja, ik ga winnen. Yes, ik heb gewonnen. Nice. Nu kan ik het meer siegen. Ik haat deze dingen schermgrootte. Ik kan het zo niet defensief zetten. Ofwel zie je de bovenkant niet. Oftewel zie je de onderkant niet. Dus oftewel zie ik niet hoeveel geld ik heb. Nu kan ik niet zien hoeveel warscore ik heb. 24, oké. Okay. Nu moet ik gewoon wachten tot we winnen. Het zal niet zo lang meer duren. Het is een reden dat ik een video heb gemaakt. Want ja. Mijn vorige video had ze 1 view en dan dacht ik van ja, oké. Nee, nu heb ik eventjes geen zin om video's te maken. Dus ik zou gewoon. Nou, even een pauze genomen, maar. Ik ga weer erin vliegen. Waarschijnlijk krijg ik ook weer zo 3 views per video of zo, maar ja. 3 views is beter dan niets. Ja, oké, heb ik gewonnen. Ja.
Stam. Zo, een stukje land erbij. Dat ik geen... Nee, ik kan dus geen... Wacht even, niet aan. Court physician, dat kan ik niet eens. Oké, mooi. Nu moet ik gewoon wachten. Is mijn vrouw nog niet zwanger? Nee. Haalt hij mij? Nee, ik haat haar. Ik zou deze man kunnen aanvallen. Ja, waarom niet? Moet gewoon zo groot mogelijk worden, dat ik genoeg toe. Allee, wacht even, gaat hij me zo niet meer aanvallen? Hij heeft meer troepen dan mij. Veel meer troepen dan mij. Geen betere... Ja, tuurlijk heb ik een betere. Jij boeit mensen veel, man, dus... Ik proef racen met Renan de Rus. Zelfs als hij mij aanvalt. Allee, dat gaat hij mij niet aanvallen als hij mij leuk vindt. En die gaan ook niet aanvallen, Peter Poland, hopelijk. Want die gaan zo zijn van, ik wil Polen en die wil niet Pomerania. En... Ja, die spoor Pomerania. Allee, dat zijn de koninkrijken die hoe ze gemaakt kunnen worden. Allee, hoe ze moeten zijn normaal. Ik ga proberen eerst Pomerania. En dan gewoon naar het beste uitbreiden. Want hier gaan ze allemaal zo één groot rijk vormen. Tot zo... Tot drie generaties in de Karolingers of zo, dan gaat het wel verdeeld zijn. Want die hebben ook zoals mij, als die doodgaan, dan krijgen al hun zonen krijgt dan zo een deel van hun land. Dus uiteindelijk wordt dat zo. Als Karel nu zou doodgaan, ja, dan zou gewoon geen slecht voorbeeld. Ja, oké, slecht voorbeeld. Als ze ervoor dat die man nog zo drie andere zonen heeft, dan heeft hij vier zonen. Dus dan doodgaat, gaat dit land allemaal in vier verdeeld worden. En dan kan ik die gewoon aanvallen. Maar nu dus niet. En mijn troepen al wat meer. Ik heb al 100 troepen meer, oké. Ik ga het een beetje vooruit, zo heel traag maken. Ik ga de case pakken, ik kan niet aanvallen. Subjugate. Wacht, ik kan eerst kapot reden. Hè. Dat is een goede tactiek die ik jullie allemaal aanraad als jullie dit ooit zouden spelen. Dat is wat we doen. Dus eerst voordat je iemand aanvalt. En je... Ja, oké, okay, make a move. Ik zal daar een nachtelijk bezoekje gaan brengen. Ja, het is niet zo oud, dat is niet oké. Okay. Ik ben afgewezen. Ja. Dus een goede tactiek is gewoon. Als je kunt reden. En je wilt iemand aanvallen en je wilt geen troepen verliezen. Die zo juist zo sterk als u of zo. Dus eigenlijk zou ik dat bij Brennenburg kunnen doen. Dat is misschien. Ah nee, dat gaat niet. Ja, ze moeten wel genoeg troepen. Je moet wel genoeg troepen hebben zodat je kunt siege. Dus je gaat op raiding modus. En dan ga je gewoon naartoe en dan reed je dat. En dan plundert je dat gebrand eigenlijk plat, zeg maar. Dus al hun troepen zijn dood. Dus ik verlies geen. Allee, ik verlies misschien een paar troepen in de siege, maar niet veel. Dus ik moet niet vechten ofzo, dus ik ga die platbranden nu. Die hebben geen troepen meer dan, niks. En ze gaan gewoon even weggaan. Ik heb mijn troepen weg en ik val die aan, die heeft 0 troepen. En ik ga mijn troepen terug omhoog. Dan heeft hij geen troepen, dus kan ik daar gewoon eigenlijk binnenwandelen en dat afpakken. En nu ben ik daar ook niet in oorlog, maar alleen zo'n tijdelijke oorlog, maar... Als ik nu word aangevallen, dan ga ik gewoon weg en die man gaat niet achter mij komen ofzo. Dat is een goede manier om... Om te winnen. En ja, de Kiev-vrouw is al dood. Normaal, shift is door Brova of Kiev, normaal gezien, gaat die echt zo keivalanten, die haar kinderen gaan keivalanten, want die gaat zo trouwen met iemand, altijd met een graaf, omdat dat zelf een gravin is. Alleen, geen graaf, maar ja, ik weet wel. En dan die haar zoon krijgt zo de twee koninkrijken altijd. Waar heeft die van boot? Follower of Morana? En ik kan die al terugverkopen voor veel doeks. Want als een stam ga je echt kei weinig geld. En als je dus een koninkrijk wilt maken, dat kost meestal zo 200 of zo. Dus dan moet je wel genoeg geld hebben. Dus ook een goede manier is reden en dan aanvallen. Als je dan mensen gevangen hebt, kun je die nog terugverkopen. Allee, verkopen.
Ik heb daar 14 van de Siege. 15 en dan 26 plus 10, 36 plus 15 en 51 goud gewoon door die te reden. En dan ga ik die gewoon aanvallen en dan is dat zo'n klant ook gewoon van mij. Het is wel dan zo even gereed, maar dat duurt 3 jaar. En aangezien in een stam zijn, krijg je toch zo echt geen geld. Zie, nu heeft hij zo 33 troepen en ik heb 935 troepen. Nu kan ik daar echt gewoon binnen wandelen, die kan niks doen. Die 34 man. Je moet niet eens aan het dak kijken, je moet gewoon je troepen daar plaatsen en je wint. Nee, dat moet je niet doen. Bijvoorbeeld als ik nu... Die man heeft nu 530, 700... Als ik 1500 troepen had... Dan zou ik... Ja, ik zou misschien winnen. Ik zou winnen waarschijnlijk, maar ik zou heel veel troepen verliezen tegen die man. Als ik die zou aanvallen, hè. Oké, okay, maar als ik die zou aanvallen, zou ik heel veel troepen verliezen. Maar als ik gewoon eerst met mijn 1500 man die raid, dit... Dat is al min 700 man dat ik kan gebruiken om tegen mij te vechten. En daarna dit ook. Dan heeft hij gewoon meer geen troepen, dan kan ik daar gewoon binnen gaan. En kan hij niks doen. Ik denk, zo'n heel weinig troepen verloren. Terwijl ik die gewoon zou aanvallen, zou ik echt zo 1000 man verloren. Misschien. Of 500 man of zo. Maar dat is wel veel man. Zeker als je zo... Tegen zo... Als je grens bent met van die grote naties zoals Saxony of... Ja, Frankrijk gaan mij nu niet aanvallen. Oh. Frankrijk gaan mij dus niet aanvallen, maar... Ik weet nooit. Als Saxony kan mij perfect aanvallen nu. Hè. En als ik dan zwak ben, gewoon voor een moment... Bijvoorbeeld, ik heb 200 man... Dat weet ik niet meer, maar zo... Ik heb 500 man troepen en dan valt die mij gewoon aan. Hè, en dan kan ik niks doen. Zie zo, hè. Is dat wel mijn vazal? Zie, het is gewoon nog mijn vazal. En die is een goede diplomaat, dus ja. Die vinden dat die haat me zelfs niet omdat ik dat heb gedaan. Dat vind ik wel raar, maar... Ja, ik heb een dochter, ja. Oké, okay, Svetlana, nee. Svetlana is een goede naam. Joker. Speciaal voor Mika, die gaat mijn video toch niet bekijken, maar als hij het ziet... Zo, zie. Saxony is die aan het aanvallen. Dat is wel stom, want nu kan ik... Hij kan wel, maar kunnen als ik dat voorover, maar... Allee, de Duchy of zo, die afziet, of wat is het? Of Obotritia afziet. Maar er gaat een moment zijn dat ik Saxony niet kan aanvallen. Gewoon als... Ja, dus Frankrijk is al één. Dus zijn broer is gestorven. Ja. Zobiet gaat die waarschijnlijk Saxony niet aanvallen. Saxony gaat gerecht worden. En kan ik zo stukjes land mee pikken. En ik kan dit bijvoorbeeld afpakken, gewoon... Simpele oorlog. Hoeveel troepen heb ik nu? Ik kan nu al 1414 troepen. Als ik volledig al mijn troepen heb, maar ik heb er nog niet allemaal. Oh, ik ben al lang bezig. Ja, dank je voor het kijken, beste mensen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Een like zou leuk zijn. Nou, dank je wel voor het kijken. Ciao.